Sta die aan? Ja, en ik kan niet staan. Hallo, ik ben Art. En ik ben Fjodor. En we zijn kwaad. We zijn woest. We zijn onmeunig woest op onze ouders. Want wij mogen geen kraan van onze ouders op onze kamer. En dat is natuurlijk onmeunig onhandig. Want als wij s'nachts een glaasje water willen drinken, moeten we helemaal naar de badkamer lopen. En onze ouders vinden een kraan op onze kamer overbodig. Ze zeggen dat de kans op lekkage en overstroming dan zal toenemen. Ze verpesten gewoon ons hele leven. Want uitgerekend vandaag willen wij een experiment doen met water. Dus moeten wij allerhande manieren verzinnen om dat water in onze kamer te krijgen. Zoals daar zijnde. Met een emmer en een touw kunnen wij door het raam het water beneden uit de tuin, uit de vijver, omhoog scheppen. Au! Art en Fjodor! Of met deze waterballonnen gevuld in de badkamer. Hé, Art, wie ben ik? Tante Angelique. Kom maar. En wie ben ik? Oom Jo. Wie ben ik? Ik weet niet. Oh, dat mag je niet zeggen over de koningin. Dat is onmeunige majesteitsschennis. En om dit alles dus te voorkomen, hebben wij een eigen kraan nodig. Maar ja, hoe kom je aan een kraan? Vroeger belden ze dan de loodgieter. Oh, ik ben die loodgieter. Valt er hier nog wat lood te gieten? En dat ging dus met lood en een gieter. Oh! Tegenwoordig komt de installateur! Hallo, ik ben die installateur. Wou je nog wat installeren? We zouden graag een kraan bekomen. Komt voor die bakker. Nee, voor onszelf. Als deze magneet aan die muur blijft hangen, dan weet je dat er een onzichtbare leiding zit. Ja, daar zit ie! Magic! Nu alleen nog een gaatje boren. Zo, het gat is dicht. Nu alleen nog de kraan installeren. Ik krijg gewoon een emmer op mijn hoofd. Wat is dat? We wilden een kraan installeren. Waar is de installateur? Stelletje rot, jongens! Installateur zijn onmeunig gevaarlijk. Zit uit.